Jan iets om op naar te kijken is, tussen de wolken zie je heel duidelijk dat aan de kim is de lucht bijna groenig blauw. En dan naar boven wordt het alsmaar meer kobaltblauw richting ultramarijn. Die overgang van heel koel naar dat diep blauw daarboven. Something to think about. Bye. Ik hoef alleen maar te horen. Doedoedoedoedoem. En ja, dat is DNA. Dat is genetisch materiaal geworden. Het feit dat muziek dat kan doen, dat is weer dat onstoffelijke, dat is dat immateriële, wat helaas pindakaas die schilderkunst niet heeft, want dat is stoffelijk. Dat is materieel geweld. De eerste reactie is chronisch gebrek aan kleur. Maar ik weet het, als je ervoor staat, dan wordt dat geel. Het is alleen op een afstand, dan, ja, dat is grijs en dat is dan gelig. Maar als je ervoor staat, ja, dan krijg je wel kleur. Daar, ja, hetzelfde met dat roze. Boy. Een soort slavenarbeid, hè. Ja, ik had dus karyatide ontdekt in die zin van die beroemde beelden. De vrouwen die de tempel moeten dragen. En die hebben natuurlijk ook heel veel met massa, met volume, met zwaartekracht te maken. En tegelijkertijd is het, doordat het vrouwen zijn, is het beeld schoon. En eigenlijk werd het een soort verticaal water. Ja, wat hier ook gebeurt, maar ik weet niet of de camera dat kan lezen. Maar dus die overgang hoe dit is warm, dit is koel. En hoe dat bijna verdwijnt en alleen nog zichtbaar is door lijn. En iedere keer als ik probeer om de kleuren te verzadigen, dan wordt het meteen een soort hysterische Italiaanse opera. Als je aan het werk bent, dan ben je toch 80-90% van de tijd ben je bezig met kijken. Maar het is ook de huid, en de huid is ook heel belangrijk, want je denkt van, hè, dat is, nou ja, een laag verf, net als die muur. Maar dat is het dus helemaal niet, want het is opgebouwd uit allemaal bijna transparante lagen. Dus waar je naar kijkt, is eigenlijk 4-5 lagen van wat daaronder zit, die nog doorschemeren. Ja, die geven ook die diepte, die ruimte, die zuurstof. Zuurstof hier voor het oog en hier niet. Ik ben 17 jaar oud, het is het laatste jaar van de middelbare school. En ze bieden een cursus schilderkunst aan. En iedere student krijgt een hele mooie doos, ik denk van Talens. En wat er ook in zat, was deze schaar. En ik heb die schaar achtergehouden. Maar een paar jaar geleden zat ik hier en ik kijk weer naar die schaar. En ik leg hem zo op mijn vinger. En wat blijkt als je het uitmeet, dat scharniermoment is de gulden snede. Dus dit is
1 en dit is punt 6. Iets wat je aanvoelde, intuïtief, niet begreep, maar ja, zoveel jaar later ineens, ah, wauw, dus dat is het. Ja, je moet een schilderij maken. Het kan zo groot, het kan zo groot, het kan zo groot. Maar het heeft ook een verhouding nodig. Een vierkant plus 5 vierkanten. Ik vond dit een, tussen haakjes, een goede verhouding. En dat heb ik jarenlang gebruikt. En toen was ik op een zeker moment was ik aan het gummen en aan het veranderen. En toen kwam ik uit op deze verhouding met dat rood erbij. En daar gebeurden ineens hele wonderlijke dingen. Dan gebeurt er dit. Deze driehoek heeft een verhouding en dat is 1 tot de guldensnede tot de wortel van de guldensnede. Dat is dus 1.27. Dit is de driehoek van Kepler. Wat is die prachtige zin van Ostaje? Langs de randen van mijn handen tast ik onophoudelijk zoiets. Hero, ja, je bent aan het langs de randen van mijn handen. Terwijl dus die Kepler bezig is op zoek naar dat grote, ongelooflijke kosmische gebeuren, struikelt hij over deze driehoek. En hij ziet dat dat bijzonder is, maar ja, zelf kan hij er niks mee. En hij stuurt het aan zijn vriend Bernoulli met een briefje erbij van dit is bijzonder, zelf kan ik er niks mee, misschien dat jij er iets mee, misschien dat jij er iets mee kan doen. Dus eigenlijk alles wat hier hangt is daarop gebaseerd. Dit is de Fibonacci-reeks, dus 1, 1, 2, 3, 5, dan gaat hij door, 8. Zouden ze allemaal dezelfde toon hebben? Maar dan zouden die veel donkerder lijken dan de eerste. Dus om die tonaliteit zo regelmatig te houden, regelmatig mogelijk te houden, zit dat verloop van donker naar licht zit erin. Ik had het schilderij gemaakt en toen heb ik aan Helena, dochter, gevraagd om te komen kijken. En ik had daar, nou ja, je kan aan een kind van 8 kan je niet uitleggen wat zwaartekracht of Chinees perspectief of... Dus zonder iets uit te leggen, vraag ik aan Helena, waar denk je dat dit over gaat? En ze zei bijna meteen, ja, de ketting die valt en de driehoekjes gaan omhoog. Ja, dank je. Klaar. Voor mij is die wetenschap misschien nog mooier dan die kunst of gelijkwaardig. Dat is helaas in onze tijd is dat zo schizofreen gespleten en gespecialiseerd van die wetenschappers doen dit en kunstenaars doen dat. Ben ik architect, ben ik beeldhouwer, ben ik schilder, ben ik wauw. Onderzoeker, wetenschapper. En net zoals bijvoorbeeld wetenschapper Minnaert. Ja, wat moet ik nou zeggen? Dit is net zo mooi wat inhoud betreft, wat betekenis betreft. Dit is net zo mooi als, welk willekeurige schilder of beeldhouwer, kunstenaar. Maar ja, hij was een wetenschapper. Ik zat hier op een avond, het is donker, dan gaan de straatlichten gaan aan en dan krijg je altijd die verticale as van de lichtbron van de straatlantaarn en dan de reflectie. En die valt altijd precies als een schietlood, is dat een verticaal. En eerst dacht ik van, ja, ik ben dronken, dit kan niet waar zijn. Maar dus die lichtstralen, die deden dit. Terugkaatsing in een gerimpeld wateroppervlak met voorkeursrichting. Dus
Wat hij heeft beschreven, ik weet niet wanneer hij dit heeft geschreven, lang geleden, maar ik heb het hier gezien, ik kon het niet geloven. En Minnaert in zijn ongelofelijke wijsheid, hij beschrijft het ook, dat afhankelijk van de wind is het mogelijk dat die golfjes, die dragen dat licht. Dat is zuurstof, dat is ruimte, dat is adem, dat is verandering, dat is continue verandering. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er dan? Hoe verhoudt het zich tot het verandert, het leeft? Je kan bijna zeggen dat licht beweegt. Er was een tijd dat ik, ik kon zelf geen schilderijen meer maken. Ik wist niet wat om te doen, wat om te zeggen. En om toch een soort greep te kunnen krijgen op wat die schilderkunst is. Als een soort hulpmiddel of ja. Had ik besloten om een kopie te maken of een replica, één op één, van die vier gele balken van Mondriaan. Ik wou heel graag iets van een inzicht, iets van een sleutel van wat is het geheim van die eenvoud van die vier gele balken. Ja, ik kwam er niet achter. Ik kon geen enkele rationeel of logisch of structureel, ik kon niets vinden. Daar hing het, ik zit hier en ineens zag ik het. En wat ik zag is dat links en rechts de driehoeken zijn gelijk. En boven en onder zijn de driehoeken inclusief de gele balk gelijk. Dit is een symmetrie, tot op de, millimeter. En nou komt natuurlijk de grote vraag, of wat mij betreft, wist Mondriaan dat? Als je hiernaar kijkt, je kan het bijna niet zien. Het is dat je het weet, maar dan nog verklaart dat niet het raadsel van de schoonheid van die verpletterende eenvoud. De Engelsen die noemen schemering de painter's finest hour. Ja, dat moment waar dus kleuren verdwijnen en waar je naar kijkt is lichtdonker. Wat is prominent, wat is dominant, wat ebt weg? Ik noem het nu een schets. Een schets voor in dit geval avond. Dus het vallen van de avond. Dus die vier momenten, ja, of ze gaan omhoog, dat kan. Ze volgen een prachtige kettinglijn. Alweer, het is een kantelmoment. Ze torderen ook om hun eigen as. Het is tot nu toe het meest minimale ding wat ik heb terloops, minimaal, wat ik heb gemaakt. Als ik zeg van, ja, wat wil ik in een schilderij? Ja, dan wil ik die stilte, dan wil ik dat licht en dan wil ik die zwaartekracht. En als die drie dingen daarin zitten, dan misschien, hopelijk, eventueel, gebeurt er iets. I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait. Boom, boom, what do I see? Boom, boom, yes, she's walking back to me. Boom, 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 boom. Dat is toch, nou, het is bijna net zo goed als Hemingway.